Wie is er schuldig aan het klimaatprobleem? We gaan dat hier en nu uitklaren. Ik stel vragen, jullie antwoorden. Sophie, op hoeveel graden zet u de verwarming in de winter? Meestal op 19. Als het echt koud is, 20. Heeft u zonnepanelen, mevrouw? Ja, die heb ik, ja. Hoeveel? 2 nu. 2? Wat gaat u daar nu mee doen? Uw elektrische tandenborstel opladen misschien? Goeieke, hè? Meneer de CEO. Wat is uw lievelingskleur? Groen? Ja, groen. Klopt het dat u in juni 2023 met uw gezin op vakantie bent gegaan met de wagen? Ja, dat klopt. Nou, weet je hoe duur de trein is? Ja, ja. Hoe spel je klimaat? K-L-I-M-A-A. De? Ja. Ja, zo. Ik denk dat het wel duidelijk is wie dat er hier verantwoordelijk is voor heel die klimaatrutte met uit. Wat? Ja. Ik? Ja. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Ah, daar is. Jean, hoe vaak moet ik u vragen om mijn badge niet te pikken? Sorry daarvoor. Dus, meneer de CEO. Uw bedrijf gaat de komende jaren miljarden euro's investeren in fossiele brandstoffen. Wat heeft u daarop te zeggen?